Ik heb zo naar dit moment toegeleefd, jongens. Jullie willen niet weten. Want ik kan het eindelijk met jullie delen. Ik ben mijn eigen merk begonnen. Hallo en welkom bij een nieuwe vlog. Wat leuk dat je kijkt. Ik ben nog even alleen met de jongens. Zoals jullie weten, als jullie vorige week de vlog hebben gezien. Wout is op reis voor werk naar Frankrijk. En die is 6 dagen weg. Nou, gelukkig komt hij morgen terug. Daar ben ik heel erg blij om. De afgelopen dagen heb ik niet gefilmd. Want ik was gewoon helemaal met de kindjes bezig. En niet echt mijn vlogcamera gepakt. Maar het is allemaal eigenlijk heel erg goed gegaan. Het was heel gezellig. En ze luisterden wonderbaarlijk goed naar mij. Dus daar ben ik ook heel erg blij om. En ja, we hadden gewoon onze routinetjes en dingetjes en het was helemaal gezellig. Dus, ze zijn nu net naar de crèche. Ik heb ze net gebracht. En ik ga zelf even aan het werk voor het grote project waar ik mee bezig ben. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik heb zo'n call daarover. Ik heb trouwens nieuwe oorbellen in. Ik vond ze zo leuk. Ik zag ze liggen bij Anna en Nina en toen dacht ik, nou, dit is helemaal wat voor mij. Met die gezellige kleurtjes erin. Helemaal leuk. Dus laptop pakken, telefoon, call ingaan. Yes. Nou, ik zit er helemaal klaar voor met mijn laptop, mijn telefoon. De call die begint over 5 minuten. Dus ik heb nog even de tijd. Ik wou nog namelijk even zeggen dat ik het ongelooflijk bijzonder vond om alle reacties te lezen onder de vlog en onder mijn Insta-post over dat ik ambassadeur ben geworden van het Ronald McDonald Kinderfonds. Echt heel veel mensen die hun eigen verhalen deelden, die daar zelf hebben gezeten en wat het voor hun heeft betekend. Dus ja, ik vond dat super mooi om te zien dat mensen zich dan zo kwetsbaar opstellen door hun eigen verhaal te vertellen. Ook zag ik een paar keer de comment voorbij komen dat mensen denken dat ik heel veel geld verdien met het ambassadeurschap. Nou, ik kan je één ding zeggen. Ik krijg echt geen stuiver van het Ronald McDonald Kinderfonds. Het lijkt me ook heel raar als ik daar geld voor zou krijgen. Het is een goed doel. En zij hebben al het geld heel erg nodig om hun huizen natuurlijk te verwezenlijken. Dus ik doe dit geheel kosteloos. En ik voel me gewoon heel erg betrokken bij hun. Wat ik vorige week ook helemaal heb uitgelegd. Omdat ik, ja, ik ben zelf moeder. Dus ik kan me gewoon zo goed voorstellen dat als er iets met je kind is, dat je zo graag daar dichtbij wil zijn. En dan zijn die huizen echt een uitkomst. Dus ja, absoluut. Daar krijg ik niks voor. Echt grappig dat mensen dat dan weer denken. Maar ik wilde dat even gezegd hebben. Want ik vind het fijn als daar gewoon transparantie over is. En zoals jullie weten, als ik ergens betaald voor krijg, dan staat dat altijd vermeld in de beschrijving onder de video of op mijn Instagram met de hashtag partner. En dan weet je gewoon direct dat ik er betaald voor heb gekregen. Dus nou, mogen dat duidelijk zijn. Even kijken. Ja, ik ga de call in. Dus Oké, het stort regent buiten. En ik ga nu de jongens halen op de fiets. Ja. Maar het komt goed. Ik ga gewoon rekenen. Ik maak even een bloemkool prijssoepje voor mij en de jongens. En dan met wat brood erbij. Even lekker simpel. Yes, ik val. Nee, je bent zo'n drama king. Ik ben niet zo'n drama king. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Ga maar je aardbeidjes eten, schatje. Hoppatee. Hoppatee. Zo, mooie tekening. Dit zijn mijn tekeningkunsten. Tekenkunsten, een poes, een vis, een maan en een slang. Ik teken echt als een kind. Ik heb echt een heerlijke herfstgarderobe voor de jongens. Allemaal van Made for Mini, superleuk kindermerk. Kijk nou, dit broekje ook. Dit erbij. Nou, dit is toch helemaal te gek. Die tijger. En allemaal leuke sokken. Vind ik ook zo leuk voor de jongens. Ga je de was doen? Ja, ga ik. Kijk nou, hoe leuk. En deze. Het is toch heerlijk. Al die herfstkleuren. En dan deze trui vond ik ook nog heel erg leuk. Niet aankomen, lieverd. Dan stopt hij ermee. Nou, ja, nu is hij uit. Dit is gelijk de lievelings van Luca. Die heeft hij al de hele tijd aangehad. Dat is namelijk een vest. Heel zacht en warm. Met hier een peace teken. En dan hier, dat vind ik zo leuk, staat zo'n grote smiley.
En nog lekker van die broekjes, van die ribbroekjes. Heerlijke herfst garderobe. Hey, doe jij hem nu uit? Dat kan niet, schat. Nee. Ik doe hem altijd op kinderslot, maar op de een of andere manier nu niet. Hij moet nu nog even centrifugeren. Zijn jullie hier aan het spelen? Ja, we zijn in een huis. Hebben jullie een huisje? Wat een leuk huisje, zeg. Leuk panda. Dat is leuk. Goedemorgen, zonder zorgen. Nou ja, wel een tikkeltje zorgen, want ik werd wakker met echt heel veel uitslag op mijn benen. Op de achterkant van mijn benen jeukt ook echt mega erg. Dus ik heb net even vaseline gekocht. En ik ga dat erop smeren. Ik hoop dat het daarmee weggaat, want volgens mij is het een soort van eczeem. En toen ging ik dus even googlen zwanger en eczeem. En dat is blijkbaar iets wat heel vaak voorkomt. Geen idee. Ik heb dat vroeger wel ook echt veel gehad. Maar ik denk dat ik het al 15 jaar niet meer heb. En opeens, op ook een hele rare plek, de achterkant van mijn bovenbenen, beide benen, is het helemaal rood met bultjes. En nou, het jeukt zo erg echt. Ik moet gewoon eigenlijk de hele dag krabben. Ik word helemaal gek. En dat ik denk, wat is dit nou weer? Maar ja, blijkbaar een heel bekend fenomeen dat je dat hebt als je zwanger bent. Nou, echt te irritant. Het komt toch gewoon omdat je hele hormoonhuishouding helemaal overhoop ligt. Dus dan kan je opeens dit krijgen. Ik had bijvoorbeeld vorige zwangerschap ook mega last van mijn astma. Maar echt niet normaal. Ik moest echt elke 2 weken voor controle naar de longarts. Ja, maar welke ik deze aan? Welke wil je aan, lieverd? De dino aan. Wil je de dino jas aan? Ja. Dat mag. Kan je hem zelf pakken? Zal mama hem pakken voor je? Oké. Maar goed, ik had toen zo erg last van mijn astma. Toen moest ik ook de hele tijd op controle. En nu heb ik dat gelukkig niet. Daar ben ik wel echt blij om. Maar ja, nu heb ik dus opeens eczeem. Hallo, what the fuck? Ik heb even wat anders aangedaan. Dit geweldige nieuwe vest. Maar het is ook gelijk een jas, als het niet te koud buiten is. Van Made for Mini. En ik vind hem helemaal leuk. Ik had net die trui aan. Ik dacht, nee, ik ga even mezelf opfrissen. Dus dat heb ik even gedaan. Ben jij lekker een rijstwafel aan het eten? Ja. Met pindakaasie? Ja. En of ben jij alles eraf aan het likken? Ja. Oh, neem je geen hapje dan, lieverd? Schatje. Ik neem wel een hapje. Ja, je neemt wel een hapje, hè? Auw, boem, tegen mama's hoofd. Ja. I love you. Zo, ik ga er even bij zitten. Want ik kan het eindelijk met jullie delen. Ik ben mijn eigen merk begonnen. Het merk heet Dieper. En Dieper staat voor verbinding, persoonlijke ontwikkeling, diepgang. Eigenlijk alles waar ik heel erg geïnteresseerd in ben. En ik kan gewoon niet wachten om dit met de wereld te delen. Ik heb zo naar dit moment toegeleefd, jongens. Jullie willen niet weten. Ik heb natuurlijk af en toe wel een beetje laten vallen het afgelopen jaar dat ik met een groot project bezig ben. Maar ik vond het ook zo stom om dat de hele tijd te gaan zeggen. Want ik wist gewoon dat het nog heel lang zou duren voordat ik het uiteindelijk zou kunnen lanceren. Want een merk starten, dat gaat niet zomaar. Er gaat zoveel tijd in zitten en ik ben er zo hard mee bezig geweest. En nu is het eindelijk daar. Het moment is er dat ik het gewoon de wereld in ga gooien. Dus ik ben helemaal enthousiast. Nou, ik pak het er even bij. Dit, dames en heren, is Dieper. En Dieper is een kaartspel met 50 vragen, 3 levels, diep, dieper en diepst. Dus allemaal verschillende soorten vragen.
die je aan de ander kan stellen. Het is dus een kaartspel en je kan het spelen met je partner, met je vriendinnen, met je familie, met een vreemde, eigenlijk met iedereen waarmee jij een diepere connectie wilt opbouwen. Ik zelf heb gewoon heel weinig met small talk. Ik ga veel liever de diepte in en ik bouw liever een diepe band met iemand op dan dat ik allemaal verschillende mensen om me heen heb waarbij het allemaal oppervlakkig blijft. En dat kan je bereiken door diepe vragen aan elkaar te stellen en verder te vragen. Maar ik merk wel dat heel veel mensen het best lastig vinden om ja, hele diepe vragen aan elkaar te gaan stellen. Zelf vind ik dat ook best lastig om heel random opeens aan je beste vriendin een hele diepe vraag te gaan stellen. Het voelt een beetje oncomfortabel. En daarom is dit kaartspel zo waanzinnig. Ik heb echt bijna een jaar erover gedaan om dit te ontwikkelen. En er komt natuurlijk nog veel meer aan, dus daar gaat heel veel tijd in zitten. Maar we beginnen met deze editie, met editie Tafelen, die geschikt is voor iedereen. Je kan het echt met iedereen spelen. En er zitten echt zoveel verschillende vragen in. Vragen die heel interactief zijn, dus dat degene iets over jouw karakter bijvoorbeeld moet zeggen. En ook vragen die je zelf hardop moet beantwoorden met een ander erbij. Wat best wel ook out of your comfort zone kan voelen. Maar echt, geloof me, als je dit spel hebt gespeeld met die beste vriendin of met je vriend, daarna voel je allebei zo'n sterke connectie. Ik heb het echt nu natuurlijk ontelbare keren al gespeeld. Want ik moest natuurlijk mijn eigen product testen. En ik heb allemaal verschillende vragen aan verschillende mensen gesteld. Aan mijn ouders, aan mijn zusje, aan mijn vrienden, aan Wout. En zo kwam ik er eigenlijk achter welke vragen goed werkten en welke vragen eigenlijk niet echt relevant waren. En zelfs met Vita, met mijn zusje, waar ik zo close mee ben en zo'n goede band mee heb, hadden we nog echt momenten de hele tijd van wow, denk jij daar zo over? En wauw, je krijgt echt even een kijkje in iemands ja, gedachtenwereld. En dat is heel intiem en heel bijzonder. En dat vind ik gewoon het allermooiste wat er is aan het leven. Dat je met elkaar verbindt, dat je echt de connectie maakt. En ik probeer dat dus altijd al te doen. En ik hoop gewoon dat heel Nederland dit nu gaat doen. En ik ben niet de allereerste die nu met een kaartspel op de markt komt, want er bestaan natuurlijk al dit soort kaartspellen. Maar waarom ben ik dan toch een kaartspel gaan maken? Nou, ik kan je vertellen waarom. Ik vond heel vaak, want ik heb die kaartspellen natuurlijk ook allemaal bekeken en gezien, dat er heel veel vragen ontbraken. De echte gedurfde vragen waar je echt, weet je wel, iemand kan pellen als een ui. Die ontbraken er. Dat ik dacht, hé, wat jammer. En er waren ook heel veel vragen vaak tussen dat ik dacht, ja, dat vind ik nou echt niet boeiend om te weten van jou. Dus vandaar dat ik nu 50 vragen heb ontworpen. Ja, waarvan je echt op het puntje van je stoel zit om dat te weten van de ander of om dat te delen. Kijk, ik zal het even openmaken. Hier zitten dus 50 kaartjes in. Spelregels en alle kaartjes. En ik zal er even een paar bij pakken. Laten we even beginnen met een diepe vraag. Welke eigenschappen van jezelf herken je in mij? Nou, deze vraag wilde ik er per se in. De vraag zorgt er natuurlijk voor dat je je eigen karakter moet ontleden. En vervolgens ook die van de ander waarmee je het speelt. En daardoor ontstaan er ja, hele leuke gesprekken. Omdat het ook verrassend is om van de ander te horen hoe diegene jou dan ziet. En hoe jij diegene ziet. Dan in de categorie dieper. Wat als elk mens een warning label zou hebben, wat zou er dan op die van mij staan? Ik vind deze heel interessant omdat je eigenlijk aan de ander laat weten van ja, een beetje wat jouw, niet zwaktepunt is. Maar het kan natuurlijk op heel veel manieren worden geïnterpreteerd. Ik zou het interpreteren als, dat is ook het leuke van dit spel, de vragen kan je echt op heel veel verschillende manieren interpreteren. Dus daarom wordt het ook zo interessant. En met elk ander persoon dat je het speelt, krijg je toch weer andere antwoorden. Maar bij mij zou het zijn, pas op, Elise is gevoeliger dan je misschien denkt. Ik laat niet meteen het achterste van mijn tong zien, maar ben wel mega gevoelig. Dus ik denk dat dat wel mijn warning label zou zijn. En uit de categorie diepst, wat is de grootste les uit je vorige relatie of relaties?
ook een heftige, want niet alle relaties lopen leuk af. Dus dat is natuurlijk ook wel een gevoelig onderwerp voor de meesten. Maar het positieve is dat je er altijd natuurlijk een les uit trekt voor jezelf. Nou, en zo heb ik tal van dit soort vragen opgeschreven. En ja, is het gewoon heerlijk om dit te spelen. En wat ook heel erg leuk is, ik doe dit niet helemaal alleen, maar samen met mijn manager, Sarah Rottenberg. En nou ja, ik leerde haar natuurlijk kennen toen ik bij Content Icons kwam, bij het management. En toen waren we eigenlijk meteen, nou ja, was er gewoon zo'n klik. We konden heel diep met elkaar praten, want wij houden er allebei heel erg van. Dus we houden niet van die echt katte bullshit, gewoon meteen naar de kern. Dus ondanks dat we elkaar echt heel kort kenden, hadden we hele persoonlijke, intieme gesprekken met elkaar. Zij is net als ik ook altijd bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik ben ook via haar weer bij een bepaalde coach gekomen. En we begonnen steeds meer te praten over van hoe vet zou het zijn als het voor mensen heel toegankelijk zou worden om makkelijk met elkaar te verbinden. En zo ontstond het idee van we moeten gewoon een kaartspel uitbrengen met steengoede vragen die on point zijn. En zodoende, zo zijn we dat samen gaan ontwikkelen en het was echt, ja, we zijn een jaar geleden er al mee begonnen. Hell of a ride. Je loopt tegen zoveel dingen aan, maar dat ga ik nog allemaal een keer vertellen over het hele business gedeelte. Maar zo ontzettend leuk om dit te doen en ook dat ik het samen met haar doe. Ja, zij is gewoon echt de ideale persoon waar ik dit mee had moeten starten. Dus ik ben super blij en heel trots op wat we nu hebben neergezet. Jullie kunnen het bijna kopen. We hebben voor nu een beperkte oplage. Dus als het uitverkocht is, dan gaan we natuurlijk weer bijbestellen. Maar dat duurt best wel een tijdje. Dus toen dacht ik, hoe handig als iedereen die echt geïnteresseerd hierin is, dat die even zijn e-mailadres achterlaat. Dus wat hebben we gedaan? We hebben een pagina gemaakt waar je je e-mailadres kan achterlaten. En zo krijg jij als eerste een melding als het de verkoop ingaat. En dan gaat het de verkoop in alleen voor de mensen die hun e-mailadres hebben achtergelaten. Dit zal ongeveer zijn voor een halve dag. We moeten even precies nog kijken wat de tijden betreft. Als jij je dus aanmeldt met je e-mailadres, heb jij dus als eerste exclusief toegang tot de lancering. En de mensen die dus niet hun e-mailadres achterlaten, ja, die moeten dan even wachten en hopen dat het niet uitverkocht raakt. Ja, ik heb geen idee wat ik ook zelf moet verwachten. Ik vind het zo mega spannend. Echt, dit is zo weer iets anders dan samenwerken met een ander merk. En dat, ja, dit is gewoon, dit is mijn baby. Dus ik hoop natuurlijk dat, ja, dat iedereen massaal gaat kopen. En vooral het gaat spelen met elkaar. En dat je kan ervaren wat dit voor je verschillende relaties kan doen. Ik ga weer aan de bak, want we zijn heel hard bezig met de website. We moeten even alle puntjes op de i krijgen. Je ziet toch altijd op het laatste moment weer wat foutjes en zo. Dus ik ga nu snel verder. En ja, volgende week weten jullie waar en wanneer het te koop is. Ik heb zoveel zin hierin. Dit is mijn nieuwe guilty pleasure. Gewoon lekker kaas, tomaat en mayo. Oh, heerlijk. Oké. Dit moet ook weg. De stofzuiger die is kapot helaas. Dus we hebben een nieuwe gekocht. En die is wel echt waanzinnig. Ik heb hem al uitgeprobeerd. Hij is namelijk silent. Dus hij maakt gewoon... Dit is hem. En hij maakt gewoon geen geluid. Hoe vind je die? Dat is toch een droom. En ik heb dat expres gekocht. Want ik dacht heel handig met de baby. Als de baby aan het slapen is en je wilt toch even stofzuigen of zo, dan kan dat gewoon. Nou, top. Hij is van Miele. Hallo, hallo, hallo. Ik was even naar mijn buik aan het kijken in de spiegel. En Wout komt zo terug. Ik heb er zoveel zin in. Niet normaal. Hij lijkt toch ook wel weer groter geworden. Check dit. Ja. Nou, het zit een beetje raar nu met die broek. Maar je kan het wel al zien. Volgens mij is hij weer groter dan vorige week. Ja, logisch. Duh. Tuurlijk is hij groter dan vorige week. Want het groeit gewoon als kool. Ik ben nu even kijken. 17 weken. Dus ik heb ook over een paar weken de 20 weken echo. Ik voel de baby nog niet.
Maar ja, ik lees overal dat het vanaf zeg maar 17, 18 weken wel echt dat je het kan gaan voelen. Ja, ik dacht wel dat ik wat voelde, by the way. Dat ik een soort van leven erin voelde. Maar ik weet het gewoon niet zeker. Het is gewoon zo lastig. In het begin is het zo vaag, die schopjes. Omdat het natuurlijk niet zo groot nog is en niet zo sterk. Dus ja, ik weet nou niet of ik het me verbeeld en het heel graag wil. Of dat het echt zo is. Wie is er net geland uit Frankrijk? Bonjour, mon amour. Ik heb je zo gemist. Ik jou ook, schatje. Dat was net even te lang, hè? Echt te lang. Ja. Vijf maar, nachten. Dan mis je elkaar ook wel weer extra. Ja. Heerlijk om weer terug te zijn. Ja, hè? Ja. Zo, ik moet even haast maken, want we gaan iets heel leuks doen, Wout en ik. Wij gaan namelijk naar de opvang van de jongens. En die geven een pot- en pan-concert. Nou, echt, I can't wait. Daar hebben ze dus al een maand op geoefend. We hadden destijds, moesten we dus een pan meegeven en pollepels. En nu gaan ze dus met alle kindjes in de crèche een soort concert geven aan de ouders. En dat is het eerste concert ooit wat wij gaan zien van hun. Dus nou, ik verheug me hier echt al een week op. En nu is het eindelijk zover. Heel leuk. Leuk toch? Ja, ik ga even vastleggen wat jullie allemaal doen. Ja, nou we moeten wel opschieten hoor. Ik heb hier bouwtekeningen uit 1970 voor. Jeetje, van de oude bewoner. Ja, er is hier van alles mis met het huis natuurlijk. Zal het niet zo zijn dat alles vlekkeloos verloopt. Nee. Er zijn wat bouwfouten aangetroffen en nu ben ik dus aan het graven in allemaal bouwtekeningen. En met een constructeur en een bouwkundige keuring hier opnieuw laten doen. Want... Ja, mij niet bellen. Nee, daar krijg je weer stress van. Ik niet, ik vind dit dus leuk. En één ding is zeker, hoe slecht het ook lijkt, hoe slecht het ook is. Fundering is dus helemaal slecht en zo, dat wil je allemaal liever niet. Maar... Komt allemaal goed. Hey, over een paar maanden... Mr. Positivo. Ja, maar zo praat ik tegen mezelf van, joh weet je, het is nu misschien vervelend dat je allemaal van die dingen tegenkomt. Maar ja. Uiteindelijk is het allemaal, het is allemaal op te lossen. Altijd. En dan nou, ik hoop het. Ik hoop het. En daarmee sluiten we af. Daarmee. Oh my god, wij zijn net terug van het pan- en pollepelconcert. Het was zo schattig. Wolf die werd helemaal verlegen, dus die wilde op mijn schoot gaan zitten. En die heeft een beetje meegezongen, maar eigenlijk kwam er niet heel veel uit. En Luca zat tussen al die kindjes een beetje zo te trommelen en heel erg om zich heen te kijken. En die werd ook helemaal verlegen. We zaten natuurlijk opeens allemaal ouders. En iedereen keek naar hun, dus het was een hele happening. Allemaal in dat klasje, dus ja... Het was zo schattig om al die kindjes te zien. Echt niet normaal. Ik was echt aan het genieten gewoon. By the way, ik hoef nog maar 4 weken met deze Invisalign. Want ik ben nu bij beetje 8 en het gaat tot en met beetje 12. En dan ben ik gewoon klaar, jongens. Ik kan niet wachten om met jullie echt het resultaat te delen van de before en de after. Want dat kan je nu natuurlijk nog niet echt goed zien. Hoi Snoef. Hoi schatje. Even kijken bij mama. Hey, wat heb jij het goed gedaan net, hè? Potten, pannen. Of het pannen en pollepel. Kom eens. Hey, schat. Heel goed gedaan. Ik ben zo trots op je. Zo trots op jou. Mijn stoel. Je bent nu weer terug, ja. Ik ben nu weer terug. Liefje. Zo, echt zo leuk. Van Grey Label heb ik dit opgestuurd gekregen. Voor Wolf en Luca. En van die leuke sjaals erbij. En dit vind ik ook zo handig. Dat die sjaals voor kinderen gewoon zo zijn. Dus die gaan eigenlijk als een soort kool over de nek. De L en de... W natuurlijk. Super leuk. Het is helemaal 100% merino wol. Heel fijn. Heel zachtjes praten, want de kinderen die slapen. En dan moeten wij altijd op deze manier praten. Zo irritant. Maar ze liggen gewoon letterlijk hier ongeveer in deze kamer. Maar wij gaan even een nieuwe tv ophangen. Want Roy en Rian hebben hun tv's opgehaald. En wij hadden gelukkig onze tv meegenomen. Want we wisten dat ze die nog kwamen.
Nou, het is bezorgd. Deze is zo lekker met halloumi. Dat is unreal. Zoete aardappelfrietjes. De tv hangt perfect. Net. Echt net buiten het frame, maar wow, nee. Dit kan niet anders. Maar hoe bizar dit. Nee. Nou, ga eerst eten, want jij valt ook flauw. Hier is de televisie ook weg. Wat ik gaan we daaraan doen? Ik ben zo trots op jou. Dieper. Oh, dat is echt genoeg. Nee, serieus, schat? Sorry, maar ik ben echt mega trots op je. Dank je. Echt niet normaal. Zo te gek. Het is echt gek. Je moet het allemaal gaan spelen. Echt, het is zo vet. Niet normaal. Verder kan ik niks zeggen. Het is echt gek. Mensen, kinderen. Oh, jongens, ik kan niet meer. Ja, echt niet meer. Ja, ik ben non-stop aan het werk. Oh. Ik heb denk ik echt vierkante ogen van de computer en de telefoon. Dat zei mijn moeder vroeger altijd en mijn vader. Ga eens weg van die tv of computer, want je krijgt vierkante ogen. Nou, ik denk echt dat ik ze krijg. Ga je mee naar bed? Ja, ik moet even wat afmaken. Hij is alleen maar bezig met de verbouwing. Daar kan ik me nu even niet mee bemoeien. Omdat ik natuurlijk gewoon non-stop ding aan het doen ben voor dieper. Dus echt, ik zei elke vraag die je hebt aan mij, parkeer het even. Ik kan het er niet bij hebben. Is ook echt zo. Mijn hele hoofd zit zo vol. Ik moet zoveel dingen schrijven. En testen en regelen en noem maar op. Dus ik ga lekker slapen. Goedemorgen, ik zit in de auto. Wout is even aan het tanken. Wij gaan namelijk naar de IKEA en wij gaan een nieuwe keuken uitzoeken. Ik heb hier zoveel zin in. We weten al welke keuken we willen. IKEA heeft namelijk een vet mooie groene keuken. En wij gaan eigenlijk, zeg maar, ons vorige huis was natuurlijk de hele keuken blauw. Allemaal verschillende tinten blauw. En dat willen we eigenlijk nu een beetje ook doen. Maar dan allemaal tinten groen. En IKEA heeft een vet mooie, beetje donkergroene keuken. En dan willen we ook van die Marokkaanse tegeltjes allemaal zo erbij doen. En dan de muren, de rest van de muren en het plafond ook helemaal groen. Dus het wordt een soort van oase van groen en rust. En ik heb er helemaal zin in. In Leiden hadden we dus een IKEA keuken, maar die was dus heel erg strak en wit. En dat is echt nu niet meer ons ding. Dus dat zouden we nu niet meer kiezen. Dus als de optie er nu niet was geweest van een leuke kleur en zo, dan waren we misschien wel naar een ander merk gegaan. Maar nu, ja, ben ik helemaal verliefd op deze keuken. Oh, meneer heeft zichzelf weer verwend met een bakkie pleur. Ja, en kijk eens, die jongen achter de balie, die kon het heel goed. Wat dan? Nou, dit is nog eens een lekker bakkie van het benzinestation. Oh ja. Handgemaakt, hè, gewoon. Met helemaal lekker schuim. Niet uit de machine, gewoon een echte. Hij is heel erg overbelicht, helaas. Nou ja, hij heeft hem hier gewoon met liefde gemaakt, die jongen. Ik ben blij voor jou. Ja, ik ook, word ik dan blij van. Zo, mijn apps. Ik ben helemaal kapot gemaakt net bij Sennies & Stars. Jezus. Alcides, wat doe je met me? Oké, jullie gaan dit niet geloven. De keuken die wij wilden, die hebben ze niet meer. Die groene botbean keuken, die is gewoon uit out of stock. Dus zeg maar, die gaan ze nooit meer leveren, nooit meer maken. Zo'n teleurstelling. Dus nu zijn we op zoek naar een andere leuke keuken. Maar misschien gaan we hem gewoon zelf dan schilderen of spuiten. Dat kan ook. Kijk, dit is dus de keuken die we heel graag wilden hebben. Die botbean groen. Maar die hebben ze dus niet meer. Helaas. En ook met die greepjes en zo. Nou, die greepjes hebben ze nog wel. Maar precies deze kleur, die is dus uit de fabriek. Die kan niet meer. Die vond niemand mooi. Dus nu moeten we op zoek naar een alternatief. En dat we misschien gewoon gaan verven of zo. We hebben in ieder geval een blad gevonden. We gaan deze kleur nemen. Maar deze heeft een soort visgraadpatroon. Dat vinden we niet mooi. We willen recht. Gewoon recht. Kies erop dat weer kaas, dat licht zo supermooi. Mooi. Supermooi. Ja. Heel cool. Echt heel vet. Ja, nee, ik ook. Ja. Heel mooi. Heel cool. Dit is onze droomkeuken. Dus eigenlijk willen we zoiets creëren.
Maar dan met een houtblad, een donker houtblad en Marokkaanse tegels. Maar wel deze kleuren, vibe die je hier ziet. Muur is hier ook groen geschilderd en dan gaan we ook nog het plafond schilderen, groen. Dat wordt de vibe. Kijk, deze keuken vinden we heel erg mooi. Alleen de kleur niet, want hij is wit. En wij willen een kleurige keuken. Maar we gaan deze keuken dus gewoon misschien doen. En dan laten we hem spuiten of verven. In de kleur die we mooi vinden. Dus misschien wel in dat groen. Die niet meer beschikbaar is. Ja. Dit wordt dan de combi. Dus deze, dit blad met dit greepje. En dan dit gaan we dus heel vet in een soort mooie groene kleur spuiten. Dit is de sink die we... De, hoe noem je dat nou? Wasbak, ja. Een dubbele, een witte. Ja, het is heel leuk dat hij er zo uitkomt, vind ik. Super vet. Hier wordt druk gewerkt aan onze keuken. Druk geklikt. Dus het is wel gewoon de botbean, die witte. Is dit botbean? Ja. Yes. Ah. Het is gewoon eigenlijk die we in het groen wilden, maar die is er dus alleen nog maar in het witte en grijs. We stay true to our choices. Ja. Donker, donker, donkergroen. Ja, prachtig. Nee, zeegroen. Dit vind ik waanzinnig. Ja, niet normaal. Heel niet chic. Normaal. Met goud erop. Ja. Gouden handvatjes. I think we found the color. Super deep green. En dan met like the... Nou, we zijn wel geteld 2 uur bezig geweest met de keuken van 10 tot 12. En nu zitten we aan de lunch. Ik heb een pompoensoepje. En Wout heeft natuurlijk... De Zweedse ballen. De Zweedse ballen. Zijn je ballen nog warm? Warme balletjes. Oh my god, jongens. Dit is zo spannend wat ik aan het doen ben. Ik heb net een story gepost op Insta. Dat je je kan aanmelden voor... Het nieuwe merk. En ja, jullie weten nu natuurlijk allemaal wat het is. Maar op Insta heb ik dat nog niet verteld. Ik heb alleen de landingspagina gedeeld. En die ziet er zo uit. Kijk, als je nu naar dieper.nl gaat. Ik heb dus een story gepost. Dat je je kan aanmelden voor het merk. Dat je als eerste op de hoogte bent. En als eerste het kan kopen. En dan kom je dus op deze pagina. Hoe diep ga jij? Elise Boers. En dan kan je dus je voornaam en je e-mailadres achterlaten. En dan ja, krijg je exclusief toegang tot de lancering. Dit heb ik natuurlijk met een reden gedaan. Wij beginnen natuurlijk een nieuw merk, Sarah en ik. En we hebben letterlijk geen idee hoeveel mensen ja, dit spel willen gaan kopen. Dat is zo lastig in te schatten. Dus we hebben natuurlijk nu gewoon een badge ingekocht. Ja, we hebben dus geen idee of dat meteen uitverkocht gaat raken. Of dat het een maand duurt. Of dat het 3 maanden duurt. Geen idee. Dus het is allemaal heel spannend. En daarom is het gewoon handig als iedereen zeg maar een e-mailadres achterlaat. Dat we ook een beetje kunnen monitoren zeg maar hoeveel mensen er überhaupt geïnteresseerd zijn in een merk van mij. Plus dat al die mensen die hun e-mailadres achterlaten, dat die beloond worden en als eerste toegang krijgen tot het merk. Dus ik weet nog niet exact wat de tijdframes worden, maar het zal er gewoon iets mee te doen hebben dat als je dus je e-mailadres hebt achtergelaten, dat je gewoon ja, de eerste 6 uur kans hebt om het spel te kopen. En daarna is het bijvoorbeeld voor iedereen. Dus dat moeten we nog even zien. Dus als jij heel graag het spel wil hebben... Dan zou ik zeker je e-mailadres achterlaten. Ik ben net echt geschrokken, oprecht, van de aanmeldingen. Ik had dit niet verwacht. Het zijn er zo ongelooflijk veel. Het is bizar. Ik zit nu gewoon al, zeg maar, ik heb het nu 2 uur geleden gepost. Op meer dan 10.000 aanmeldingen. Doe even normaal. Doe even rustig. Echt gewoon, ik weet niet wat ik meemaak. En... Ja, oh, het is natuurlijk een mega compliment en oh, zo ontzettend fijn dat iedereen meeleeft en support. Maar ik word nu ook gewoon heel zenuwachtig omdat ik denk, oh my god, we gaan echt waarschijnlijk heel snel uitverkocht raken. En dan duurt het best wel even een tijdje voordat we de nieuwe badge hebben. Maar goed, ja, oh my god, dit is echt ja, next level, niet normaal. Jullie zijn echt de allerbeste. Dit zijn gewoon alle mensen die zich nu aan het aanmelden zijn. Hoe bizar.
Wat mooi dit. Niet normaal. Nou, dit is echt zo spannend allemaal. En ik ga dus even kijken over een paar dagen ook de Instagram onthullen. En dan ga ik ook gelijk op Instagram zelf vertellen wat dieper is. Dus als jullie nu deze vlog zien, dan is dat helemaal out in the open, als het goed is. En dan is het nog wel een verrassing wanneer je het echt kan kopen. Maar daarvoor moet je dus je e-mailadres achterlaten. Want dan ben je in ieder geval de eerste die dat hoort. Ja. Oké, nou, ik krijg hier zoveel energie van. Echt, jullie willen niet weten. Dit is zo'n kick allemaal. En zo vet. Ik ben helemaal euforisch. En ik ga nu ook de vlog afsluiten. Volgende week kom ik met een nieuwe vlog. En ik kom al iets eerder met het geslacht. Want dat had ik natuurlijk beloofd. Alleen deze vlog wilde ik echt wijden aan mijn andere kindje. En ik wilde dat niet samenvoegen. Want dan, ja, weet je wel. Ik vind dat het allebei mega belangrijk is. En dat dat niet samen in een vlog hoort. Dus vandaar dat ik het geslacht in een andere video ga vertellen. Ben ik ook helemaal zenuwachtig voor. Want dat is een hele heftige video. Nou goed, dankjewel voor het kijken. En jullie support is fantastisch. Zo dankbaar daarvoor. En ik zie jullie heel snel met een nieuwe video. Muah.